Hoi, ik ben Dani en ik ga op verschillende manieren laten zien hoe je fit en in beweging kan blijven tijdens je zwangerschap en Enna. En dit doe ik niet alleen, ik heb namelijk drie mommies to be meegenomen, Vanilla, René en Carlijn. In deze Move Like Mommy aflevering gaan we het hebben over de verbinding met je lichaam, rust en ontspanning. We gaan starten met een hele fijne yoga stretch workout. Voor deze eerste oefening mag je lekker in kleermakerszit komen zitten. Leg je handen op je borst en eentje op je buik. En adem goed in door je neus en uit door je mond. En voel hoe je bij elke uitademing meer ontspant in je lichaam. Dus adem in. Sluit eventueel je ogen. En adem uit door je mond. Ja, ik heb me nog niet heel erg voorbereid op de bevalling. Ik zie er ook niet heel erg tegenop. Die machteloosheid vind ik heel spannend. Ik vind het best wel spannend. Onze kleine ligt in stuit. En dan wordt het een keizersnee. En ja, iets met naalden vind ik best wel spannend. Bij de volgende oefening blijven we in dezelfde houding. En we gaan bij de volgende ademhaling gaan we onze armen omhoog doen. Stretchen een beetje de armen. En bij de uitademing laten we het weer zakken. Adem in, arm omhoog, stretch een beetje en adem uit. Goed zo. Op deze bevalling bereid ik me eigenlijk helemaal niet voor, want ik weet niet wat het gaat doen en ik weet niet of het gaat draaien of dat het een keizersnee wordt. Dus ik laat het echt volledig over me heen komen. Ik bereid me goed voor door verschillende soorten Instagrammers te volgen die daarover vertellen. En samen hebben wij een partnersessie geboekt. Voor deze oefening leggen we de aandacht op de schouders. Rol je schouders naar voren met draaiende bewegingen. En niet alleen zit er heel veel spanning in onze schouders, we dragen veel. En straks ook je kindje. Dus we willen ze wel goed ontladen van spanningen en stress. Want ook dat slaat zich op in je lichaam en helemaal in je schouders. De manier van bevallen of met verdoving in het ziekenhuis of thuis. Mijn partner zou nu heel hard gaan lachen en die zou meteen voor het eerste antwoord gaan. Op een natuurlijke manier op gang laten komen, 100%. Voor deze oefening gaan we met de voetzolen tegen elkaar aan. Je houdt je met je handen je voeten vast. Voor deze oefening laat je de zwaartekracht zijn werk doen. Rug weer recht en adem in door je neus. En uit door je mond. Nou, deze oefening is super goed voor de bekkendames. Dus straks voor de bevalling doet deze oefening zeker goed zijn werk. Wij wilden dit heel graag en het is gelukt, daar zijn we heel blij mee. Dus wij staan er helemaal voor open en wij zetten haar absoluut op nummer 1. Zo, we mogen nu uit deze houding komen en de benen lekker gaan strekken. Zet je handen nu voor je neer. En je loopt een heel klein beetje naar voren totdat je een spanning voelt. En in deze positie mag je gaan ontspannen. Dus sluit eventueel je ogen en voel maar even de spanning op je spieren en probeer je ademhaling naar beneden te brengen. Dus als dit minder comfortabel voor je voelt, dus als je buik in de weg zit, dan doe je gewoon iets naar achteren en dan ga je gewoon rechtop zitten met je benen gestrekt. Ik hoop dat ik gewoon lekker dansen weer kan oppakken na mijn bevallingsverlof. En dan hoop ik dat ik weer redelijk snel fit ben. Na twee zwangerschappen moet er ook wel echt wel weer wat gebeuren. En het is gewoon ook lekker om goed in je vel te zitten en een goede conditie te hebben. Voor deze laatste oefening gaan we een ademhalingsoefening doen. En je ademhaling is er altijd en het is een groot instrument die je kan inzetten om goed te ontspannen. Neem een comfortabele houding aan, dus ga lekker weer in kleermakerszit zitten. Leg je ene hand op je buik en de andere leg je op je borst. Sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. En merk op hoe het zuurstof je longen vult. Adem in door je neus. En uit door je mond. En als je er klaar voor bent, mag je langzaam je ogen openen. Welkom terug. You did it! Wel dan! Je hebt deze oefeningen samen met ons meegedaan. Let er wel goed op dat je altijd goed naar je lichaam blijft luisteren. Dat je voldoende drinkt. Een beetje beweging brengt de energie al omhoog en dat is meer dan goed genoeg.